wij nou het beste je paint, zeg maar. Je kan, als je natuurlijk paintballs koopt, heb je het in een doos. Vaak zitten daar, of bijna eigenlijk altijd gewoon, zitten er 4 zakken in zo'n doos van 500. Je kan die zak, even voorstellen dat dit zo'n zak is. Je kan zo'n zak pakken en daar een gat in maken. En deze in je hoppertje gieten. Het is altijd een beetje een gedoe. En dan had ik eigenlijk in het begin al zoiets van, dat ga ik niet doen, want ik had al gezien dat er zoiets dit bestond. Die heette een paintball caddy. Dit was de originele, dat heette de paintball caddy. Dus ik denk dat je alles wel onderhand zo kan noemen, dat een beetje de naam geworden is. Je hebt daarbij een grote opening zitten, dat is bij deze hier. En dan een kleine. Nou, die grote opening gebruik je gewoon om dus die zak leeg te gieten in de grote opening. Die passen zeg maar 2 zakken in, dus 1000 paintballs. Dit zorgt ervoor dat je dus dit kleine mondopening hebt, dat je dus heel makkelijk een oppertje kan vullen. En de ene ontwerp met een stuit die zo staat, en deze zie je ook al, staat schuinwaarts. Voordeel bijvoorbeeld van dit model is dat de kapjes vastzitten. Dus het kan ook wel eens irritant zijn met inschenken, dat je zegt, oh, dat kapje zit een beetje in de weg. Maar tegelijkertijd kan ik niet dat kapje kwijtraken en zitten zoeken. En van wie is die nou als er meerdere op tafel staan. Maar het voordeel van zoiets gebruiken als een paintball caddy is ook van, je hoeft het in principe, raak je de paint ook niet meer aan met je vette vingers of natte vingers en gewoon vieze vingers. Dus ik bedoel, maak ook het zorgen voor dat nu je caddy van binnen gewoon droog en stofvrij is en zo. Van tevoren doe er even microfiber erin als je weggaat. Maar het voordeel hiervan ook is, hier kan je ze ook in principe best goed in bewaren. Ik bedoel, als je na het spelen kan je het daarna weer terug ingieten. En dan kan je ze best goed in bewaren. Zorg er gewoon alleen voor dat het niet in de zon staat. Dat de temperatuurwisselingen niet alle kanten op gaan. Dat verhoogt de kans dat de paint niet meer goed is straks. Luchtvochtigheid ook gewoon een beetje normaal. Niet dat het super luchtvochtig is en al die dingen. Dat zo'n caddy zorgt er gewoon een beetje voor dat het een beetje eruit blijft. Als je niet in een stemming bent om hierin te investeren. Al moet ik zeggen, je hebt het er zo uit. Want je kan gewoon veel sneller alles vullen. Want je kan deze ook gebruiken om pots te vullen. Kan ook zeggen van, ik bewaar ze in mijn pots. Dat kan ook. Het is alleen je pots worden veel meer blootgesteld aan de elementen. Als het nou regent op het veld, modder en dat soort dingen. En soms komt het ook een beetje erbinnen. Dus ik heb wel eens gemerkt dat je toch een pot hebt die zegt, oh, het is er een beetje gaan werken, zeg maar. En die ballen zijn niet meer zoals ze zouden moeten zijn. Dus pas daarmee op. Maar voor de rest, het kan wel. En ik doe het ook wel eens met zonnige waar ik heel weinig van heb. Dan doe ik het in zo'n pot. Aangezien ik ze toch niet meer zo heel veel gebruik. Maar buiten dat, als je ze lang termijn bewaart, op een gegeven moment is het toch op. Op een gegeven moment heeft het geen zin meer om ze te bewaren. Je hebt wel eens een event en je zegt, ah, daar komen we vaker en dingen, ah, dan neem ik ze voor een keer mee. Maar het is hoe langer ze liggen en zeker als je zeg maar geen plek meer hebt. En je raadt ze gewoon een tasje te bewaren, dat is dit. Probeer het al dicht te vouwen en een beetje, nogmaals, uit het licht te houden, temperatuur constantheid en zo. Maar, ja, op een gegeven moment worden ze gewoon ovaal. En er komen putjes in. Ik weet niet hoe goed je het kan zien, maar er zitten hier zo, zijn er ovaal. Deze zit echt een bult erop zitten. Dat kan je wel een beetje zien in de glinstering. Maar ja, in persoon zie je het echt heel goed. Deze en echt alles behalve nog rond. Volgens mij waren ze toen de tijd prima. Ze waren prima paint. Maar het is gewoon, nu zijn ze gewoon niet meer goed. Maar ja, ik kan ook gewoon weggooien. Want je kan er toch niks meer mee doen. Maar als je ze dan pronk pakt, krijg je alleen maar problemen mee. Kijk, dit is ook een goede voorbeeld. Hier zit helemaal een deuk in. Dat zie je ook vaker als paint echt oud wordt. Dan heeft het gewoon echt geen zin meer. Dus ze zijn allemaal paint, dat ligt hier al heel lang, heb ik ook heel lang niet meer naar omgekeken. Ja, en dan gaat dan deze ook, het is ook niet meer mooi rond. Er zit een rare vorm in. Ja, ik hoop dat dit er opvalt. Dit is echt alles behalve rond, het is echt net een ei.
Je kan hier ook een rare pigment dingetjes zien, maar dat het er bijna doorheen komt of zo. Als paint ook nat wordt, dan wordt het bijvoorbeeld een heel zacht balletje. In heel veel gevallen. Ja, ze hebben hier nog blauwe balken. Ik kan bij deze hier bijvoorbeeld ook een beetje vuiligheid op zitten. Ja, kijk, dat zijn allemaal van die dingen. En, maar het verschilt een beetje per paint wat er gebeurt. Sommige merken zijn namelijk uit zich eigen harder. En een hele dunne schil. En andere die zijn wat rubberachtiger oorspronkelijk. En wat dikker, zeg maar. Maar gewoon door de impact, net als een ballon, klapt die dan. En dat heeft ook een beetje effect op hoe ze meegaan. Sommigen gaan gewoon eerst heel raar vormen. Ik weet niet hoe goed je het nogmaals ziet zo op film. Maar dit zijn echt eigenlijk hele rare vormen nou nog. Dus er is echt helemaal niks aan over. Dat deze hier zo. Een hele bult op. Dus je ziet al. Op een gegeven moment is het klaar. Maar je ziet ook al. Dan heb je ze in een zak zitten. Op een gegeven moment kan je ook dit soort dingen krijgen. Sommige merken hebben er sowieso wel een beetje een soort van vet in die zakken zitten. Dat is om te zorgen dat ze beter in vorm blijven dan alles. Maar deze die zijn gewoon aan het afbreken. En voor het geval je afvraagt, deze zijn, dit zijn 50 kaliber balletjes. Daarom zijn ze... Kijk, deze gaan al aan elkaar plakken. Er zitten allemaal platte hoeken op. Dus dit schiet echt niet meer. Ze zijn wel hard. En sommige punten zijn ze weer zacht. Dus dat is allemaal garandeerd vragen om problemen als je daarmee zou schieten. Maar dan heb je me een paar keer horen praten over constante temperaturen. Paintballs vinden dat gewoon helemaal niet leuk. Dan gaan ze met de kou, worden ze ja, hard. En dan worden ze slinkers een beetje in. Met de warmte zetten ze juist weer uit. En het is juist dat moment dat allemaal gebeurt. Dat die ballen vaak ovaal gaan trekken. En vocht heeft er ook al mee te maken. Ik ga niet precies zeggen dat ik heel de wetenschap erachter weet. Maar dat zijn in ieder geval dingen waar je op moet letten. Op een event dan zit je vaak met een tent. Nou, tenten worden warm en koud. Dus wat ik doe. Ik neem gewoon een koeltas mee. En die doe ik over mijn paintdoos heen. In die tent. Dat zorgt er een beetje voor dat de temperatuur een beetje minder schommelen. Doel, het is niet de bedoeling dat ik mijn paint extra koud maak, dus ik leg geen koele elementen in of dat soort onzin. Dat is niet de bedoeling, maar het gaat om dat het gewoon wat minder schommelt. En daardoor dan gaat het gewoon wat langer mee. En dat heb echt wel gemerkt dat dat heel veel verschil maakt. Zeker met zonnige paint is het echt een groot verschil. Je kan gewoon zo'n standaard koeltas pakken. Kijk, die kan je natuurlijk ook je pots kan je erin doen met paint in zit. Of zo'n paintball caddy, je doos die je hebt. En de koeltas werkt prima. Maar wat bijvoorbeeld ook kan, wat ik later gekocht heb, is een tasje van Exalt. En dat is eigenlijk gewoon in de vorm van een doos, zeg maar, een paintdoos. Je kan hem dan zo openritsen. En hij heeft de vorm van een doos, dus je kan er letterlijk zo een doos in zetten. Of nogmaals, een caddy. Zo'n caddy past erin. Met zonder wat extra pots kan je er nog bij leggen. Een paar magazijnen kan ook. En zo weet je zelf ook in passen. Ja, je past er ook gewoon in. Let op trouwens met zo heen. Dat je ze ook niet vastpakt aan de deksel. Want het gewicht van de paint zorgt er gewoon voor dat je dan die deksel helemaal maar vast hebt. Maar er zit dan ook een draagriem op. Dus als je dan zegt ik neem hem toch mee naar het veld toe of zo. Dus zonder events voor MacFat moet je wat verder weglopen. En dan is het gewoon handig dat je dit dan als gewoon zo meeneemt als een pakket. En dit is net ietsje steviger als zo'n plastic koeltasje. Dus dat zou je kunnen overwegen. Maar de gewone koeltassen hebben voor mij ook prima gewerkt. Met paint bewaren met zoiets als een Big Game of MacFat Event. Ik raad je niet aan die magazijnen geladen te laten liggen overnacht als je in een tent zit en zo. Gewoon als het een tweedaagse event is. Je hoeft natuurlijk niet per game die magazijn leeg te maken en dan net voor de game vullen. Dat is onzin, maar het gaat om in de avond wordt het kouder. Ik zou wel gewoon, als je terugkomt van de laatste game, gewoon even die magazijn leeg maken.
Doe dat misschien in een aparte zak. Want soms kan het zijn dat het regen is geweest, modder of zo, dat die paint niet het beste is. En dat dat misschien al een beetje beschadigd is hier en daar. En dan besmet je de rest. Doe het even eerst in die tas. Kan je nog even kijken of het wat is. Wie weet, zit er wat tussen wat niet klopt. Dan kan je altijd nog zeggen, nou, ik doe ze misschien af met een handdoek. Dat als er eentje geklapt is bijvoorbeeld, dat dan de rest weer schoon is ervan. Gewoon even zo te doen over een handdoek. Een partijtje die je steeds pakt. Dat kan als je die moeite wil nemen. Maar dan die dan vervolgens in zo'n tas ook stoppen. Dan heb je de volgende dag weer gewoon paint die je zo eventjes in een lodertje kan stoppen of iets. Is wel het slimste, want anders ga je ook van die deukjes krijgen. Omdat die veer er een beetje op douwt en die ballen worden dan zacht. En dingen gewoon op een gegeven moment van alle douw worden ze ook ovaal. Zeker als er een beetje water bij hebt gezeten, worden ze week. En dan ga je dus allemaal, omdat ze zo op elkaar staan met die rondingen, en dan gaat dat juist plat douwen. Dat stukje wel rond is, dus daar krijg ik problemen mee. Maar voor de rest, dat is het wel zo over paint bewaren. Het is op zich niet zo moeilijk, maar het is gewoon, weet gewoon, het blijft niet eeuwig lang goed. Dat is gewoon een ding. Het is biologisch afbreekbaar helemaal. En net als eten, op een gegeven moment is het over de datum. En je kan wel wat dingen doen waardoor het wat langer goed blijft.